de ISLA gaat als derde belanghebbende in beroep tegen de uitspraak van het vonnis in de zaak tussen milieubeweging SMOK en de overheid van Curaçao. ISLA heeft direct na het vonnis de procesverbalen van de rechtszaak opgevraagd ter voorbereiding op een hoger beroep. Suzanne vroeg aan Peter van Leeuwen van de SMOK wat dit nu eigenlijk betekent. Het betekent dat ISLA inderdaad naar de rechter stapt en gaat vragen of het vonnis wat geveld is, waarbij dus de overheid onmiddellijk over moet gaan tot handhaven, kan worden uitgesteld. Het is een vertragingstechniek en dan gaan ze dat proberen weer te rekken om eronder uit te komen. En hoe lang kunnen ze dat dan rekken? Nou ja, we zijn nu 6 jaar bezig, dus dat zou in theorie heel lang kunnen duren, maar in praktijk zal dat, als dit gaat gebeuren, en vergis je niet, het is een zaak tegen de overheid die begonnen hebben. De overheid wordt nu door de rechter vermaand van ga nu alsjeblieft een keer handhaven, want dat doen jullie niet. Ja. De ISLA gaat in beroep. Het is niet de overheid die in beroep gaat. De ISLA die zegt ja, maar dat willen we niet. Alleen wat wel duidelijk is, is dat de rechters natuurlijk ook wel weten dat dit eraan gaat komen. Misschien wat minder makkelijk mee zullen gaan in de vraag om dan ook het vonnis te schorsen, zoals dat heet. Misschien krijgen ze het helemaal wel niet. En de vraag is, gaat de rechter dat honoreren? Of zegt de rechter, nou, het komt helemaal niet van in. Jullie moeten gewoon gaan handhaven, overheid, en we gaan het beroep wel behandelen. Kijk, of het wordt weer een hele technisch ingewikkeld juridische zaak, of het is gewoon zoals deze rechter het eigenlijk toch heel simpel neerzet. Van, kijk, het enige wat wij is gewoon de vergunning handhaven. Ik zou niet weten wat je daar tegenin kan brengen. Okay. Maar wat er in het vonnis staat, er zijn een paar, kijk, in het vonnis wordt aangegeven welke artikelen worden overtreden. Ja. En dat betreft bijvoorbeeld, hoe kun je nou voorkomen dat er zoveel gefakkeld wordt? Er zijn gewoon maatregelen voor, dan moet een draaiboek liggen. Dat ligt er niet. De overheid moet kunnen controleren wat de uitstoot van bepaalde stofhoeveelheden is. Daarvoor zijn metertjes nodig. Die metertjes zijn er niet. Al dat soort zaken kan op hele korte termijn, en daar krijgt de ISLA 4 weken de tijd voor nadat de overheid ze heeft aangeschreven, om dat in orde te maken. Een van de zaken die, denk ik, de ISLA nu aan het zweet heeft gezet, is er zijn installaties om te zorgen dat de zwavel, zoals wij die allemaal kennen, niet in die enorme hoeveelheden de lucht in gaat. Dat zijn zwavelterugwinningsinstallaties. Dat zijn prachtige instrumenten die ervoor zorgen dat, nou, die hadden al in 97 klaar moeten zijn. Die zijn er nog steeds niet. En dat is ook tijdens de zittingen steeds gebleken. Ja, dat noemden ze kinderziektes. Nou ja, 15 jaar later hebben we het toch echt niet meer over een kind. Dan heb je het over een puber. En het feit dat zij als ISLA nog steeds weigeren in feite om te zorgen dat de installaties het goed doen, want zo mag je het zeggen, is zo schandalig dat de rechter heeft gezegd, dat moet onmiddellijk in orde worden gemaakt. Je moet voorkomen dat dat vieze, en dan praat over zwavel, en van waterstof, sulfide, dat rotte eieren geurtje wat we allemaal wel kennen. Ja. Dat gaat zo regelmatig de lucht in. Dat is nergens voor nodig. Maar dan moet je wel je installaties in orde hebben. Het feit dat dat niet zo is, is door deze rechten zo zwaar meegenomen. En daar krijg je geen uitstel voor. Je zorgt maar dat die installaties gewoon zodanig functioneren dat dat voorkomen wordt. En dat is natuurlijk wel een glashelder vonnis. En dat is voor ISLA denk ik ook een van de redenen. Potverdikkie, dan moeten we gaan investeren. Nou, als één ding duidelijk is geworden, is dat ISLA alles wil doen behalve investeren in het milieu. Ja, en hoe is de opstelling van de overheid in uw ogen? Geen idee. We hebben nog geen officiële reactie gezien. We hebben wel begrepen dat de Schotten gezegd zou hebben dat het feit dat er niet goed of dat de handhaving wat moeilijk is, hè, het is van onduidelijk geloof ik, hebben ze het over, dat dat ligt aan de hinderverordening. Je hebt een hinderverordening, dat geldt voor het hele eiland, en je hebt een hindervergunning voor de ISLA, die valt onder de hinderverordening. Dit kennen we ook van de vorige regering. Mevrouw Leeflang heeft zich daar ook een keertje heel duidelijk over uitgehad. Ja, we kunnen niet goed handhaven, want de hinderverordening, die klopt niet, die moet herzien worden. Dat is allemaal onzin, dat is pure onzin. Die hinderverordening moet wel worden aangepast, maar de hindervergunning is heel duidelijk. En de rechter laat er ook geen misverstand over bestaan. Die hindervergunning kun je wel degelijk handhaven. Elk smoesje wat je verzint om eronderuit te komen, is inderdaad alleen maar bedoeld om niet te handhaven. En elke overheid tot nu toe, vanaf het moment dat die vergunning verleend is, heeft geweigerd te handhaven. En dat lijkt er nu weer op dat ze het niet willen. En dan verzinnen ze allerlei smoesjes. Maar dat zal niet lukken.